sta hier in Roblox en vandaag ga ik YouTuber worden in Roblox. Ja, ik ben natuurlijk een YouTuber in het echt. Kijk maar, ik ben op YouTube. Hallo mama. Maar ik ga nu een YouTuber worden op Roblox. En dat doen we in deze YouTuber Tycoon. Dus we gaan hier een dropper kopen. Ik weet niet sinds wanneer YouTubers droppers hebben, maar dit verdient blijkbaar geld. Ik moet ook zo'n ding hebben in het echt. Dan word ik blijkbaar heel rijk. En als ik op dit ding ga staan, krijg ik dan mijn geld of zo? Waar krijg ik mijn geld? Oh, daar krijg ik mijn geld. Let's go. Oké, nou, ik heb nu al $20. Zo. En ik wil even $25, want dan kan ik nog een dropper kopen. En dan krijg ik nog sneller geld. Om natuurlijk heel snel apparatuur te kunnen kopen voor de video's. Kijk, ik moet hier $100 hebben om een computer te kopen. En ik moet hier €50 hebben om een pad te kopen. Nou ja, laten we een mooi pad kopen. Kijk, dan kan ik als echte YouTuber over een mooi tapijt lopen. Dat lijkt me wel een stuk beter. Nou, hoppakee. Geef me even €100. Ik heb even één barkie nodig voor de YouTube video's. Kijk eens aan, we hebben precies €100. En bang, bang! Oké. Via deze computer krijg ik 0 subs per seconde. Helemaal nice. Ik ben even lekker video aan het recorden, aan het editen en boom! Oh! Ik heb nu al 5 subs. Wow, wat? 20 abonnees. Wow, 40 abonnees. Dit gaat oprecht wel heel erg snel. 60, 80, 110. Waarom gaat het niet zo snel in het echt? Ondertussen dat ik superveel abonnees krijg in Roblox, ben ik zeker niet te abonneren op dit kanaal. Dit is namelijk mijn tweede kanaal, Big 2. En misschien ben je nog niet geabonneerd. Ik upload hierop elke dag gaming video's. Vergeet zeker niet te abonneren. En iedereen die op mijn kanaal abonneert, krijgt ook een shout-out. Dit is iedereen die gisteren geabonneerd heeft. Shout-out naar jullie. En als je dus vandaag abonneert, krijg je in de video van morgen een shout-out. Dus ik zou snel abonneren. Oké, ondertussen dat ik dit leuke promotie voor mijn echte YouTube-kanaal aan het doen was, heb ik gewoon 1200 subs erbij gekregen. En ik heb ook al gewoon €412. Ik kan hier nog een upgrade kopen. Dan krijgen we misschien nog meer geld. Kijk eens aan. Oh, hier gaat het door en dan verdubbelt het geld. What, yo? Zo, die moet ik ook in het echt hebben, een ding die geld verdubbelt. Kijk eens, dit gaat erg snel. Laten we even muren kopen. Hoppakee. Dan kunnen andere YouTubers geen video-ideeën jatten. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Ik wil nog een muur. Hoppakee. €500. Nog een muur erbij. Het ziet er al best wel nice uit. Money gaat ook lekker snel. Ik kan hier een belt walls. Ik heb geen idee wat het is, maar ik wil het hebben. Oh, dit ziet er gewoon heel mooi uit. Voornamelijk, volgens mij doet het niet zoveel. Oké, we krijgen nu best wel snel geld. Laten we een bed kopen. Die kunnen we met abonnees kopen. En hier kunnen we nog iets kopen. Namelijk een gewoon een leuk kastje. Oké, blijkbaar kunnen we dus ook dingen met abonnees kopen. Oh, hallo medevriend. Hey! Wat? Wat gaat hij doen? Weg uit mijn huis. Wegwezen jij. Hey, joh, hij heeft al video-ideeën, Jat, dames en heren. Blijkbaar kan je dus ook dingen kopen met abonnees. Deze tv kost 6000 abonnees. Maar ik heb op dit moment 5000 abonnees. Dus hé, ik moet nog even doorgaan hier. We hebben hier best wel weer wat geld. En hoppakee, ik kan dus nu nog een dropper kopen. Let's go. Oké, nu verdienen we echt snel geld. Maar yo, ik krijg gewoon play buttons. Kijk, let op. Dit ding gooit een play button. Kijk, een play button. Maar yo. Zo. Nou, ik kan je vertellen. Wij YouTubers verdienen wel wat geld. Maar zoveel geld. Ik verdien helaas niet €3000 in een paar seconden. Oké, hier kunnen we nog een muur kopen. Ik wil ook nog wat ramen erbij. Hoppakee, buy windows. Wajo! De YouTube osso. Het ziet er al best wel goed uit. Wat kunnen we nog meer? Buy owner door. Oeh, ja, ik moet eigenlijk wel echt een deur hebben, want dan kunnen niet dit soort mensen binnenkomen. Nou, hoppakee, nu heb ik ook een deur. En dan kan ik mensen naar binnen en naar buiten laten. Nou, als jij even naar buiten wil. Maak je video? Ja, ik maak heel veel video's. Ik heb hier zelfs een computer. Ik ben YouTube video's aan het maken in Roblox. Ik heb 10.000 abonnees. Nu kan ik mijn computer updaten. Wajo! Oké, dit is wel beter op de computer. Even tv'tje erbij. Ik ga maar denk ik even lekker video's maken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Oh, ik krijg nu 120 subs per seconde. Wow. Oh, dat is me nog nooit in het echt gelukt. En we krijgen ook heel veel geld, moet ik ook zeggen. Oh, ik heb hier wat gekocht. Dat wilde ik helemaal niet. €2.500. Koop, vraagteken. Ik moet zeggen, dat vind ik wel heel interessant. Vraagteken. Wow. Ik heb een zwaard. Oh mijn god, ik heb een zwaard. Ben je echt Mac? Ja, en nu ga je het doen. Waarom kan ik jou niet killen? Ik wil je niet in mijn huis. Ik heb mijn fans gekild. Dat was best gemeen. Maar jongens, ik ben een beetje gek van die fan. Weet je, ik wil ook mijn privacy. Ja? Oké, we kunnen met 30.000 abonnees kunnen we hier een boekenkast kopen. Oké. Nou, ik heb al 30.000 abonnees. Boom, boekenkast. Dit krijg ik voor 30.000 abonnees. En voor 10.000 abonnees kreeg ik deze computer. Dat vond ik een betere deal. Oké, even kijken. We gaan spel sparen voor 15.000. Want dan kan ik nog een dropper kopen. En dan kan ik meer centjes verdienen, zodat ik nog betere video's kan maken. Kijk eens aan, we hebben 15.000. Let's go. Buy dropper. Hoppakee. Oeh.
Oké, nu hebben we weer 35.000 doden voor een upgrader. Maar laat ik gewoon even lekker achter mijn computer wat video's gaan opnemen. Ik wil namelijk even die 100.000 abonnees bereiken. Ik wil die eerste playbutton, dames en heren. Ik moet zeggen, ik ben nu, nou pak een beet, 6, 7 minuutjes bezig. En ik heb al 50.000 abonnees. Ik denk wel dat ik het snelst groeiende kanaal ter wereld ben. In Roblox gaat het een stuk sneller. In het echt duurde het me 7 jaar. In plaats van 7 minuten. We krijgen op dit moment gewoon al 1200 subs per seconde. En we kunnen mijn bed upgraden. Want ja, dit bed ziet er natuurlijk niet uit. Hoppakee, YouTube money erop gespend. En we hebben hier nu een beautiful bed. En we hebben ook 100.000 abonnees. Oké, dames en heren, dit is het moment waarop we gewacht hebben. De silver play button. Kijk, kijk, kijk. Dat is precies dezelfde. Op dit moment hebben we straks dit kanaal ingehaald. Mick 2, want die heeft volgens mij rond de 180.000 abonnees. En het gaat aardig snel, de abonnees. Dus we hebben bijna mijn tweede kanaal ingehaald. We kunnen hier 40.000 euro ophalen. Wajo. En daardoor kunnen we een upgrader kopen. Hoppakee, waardoor we nog meer doekoe maken. Kijk hoe snel die monies nu gaat. Wajo. Ondertussen hebben we ook al gewoon 170.000 abonnees. Dus we kunnen deze mooie kast upgraden. Bang. Woe. Dat is beter. Dat is echt een stuk beter. En we hebben trouwens Mick 2 ingehaald. Ja, ja. In weer minder dan 10 minuten. Oké, we hebben 84.000 euro. Nu is de vraag. Gaan we een upgrader kopen zodat we meer geld verdienen? Of gaan we een tweede verdieping kopen? Ik denk dat ik eerst voor de upgrader ga sparen. Want dan krijg ik meer geld. En dan kan ik die tweede verdieping dadelijk ook binnen een paar seconden kopen. Dus als je me even 16.000 euro geeft. Dankjewel. Ik heb nu 120.000 euro. Dan kan ik nu een upgrader kopen. Kijk eens aan. En boom. Nu krijgen we echt kapot veel geld. Kijk dan. Wat? Ik heb nu alweer 20.000 euro. 24.000. 27.000. Oké, nu gaat het wel heel snel. Ondertussen hebben we trouwens ook al 250.000 abonnees. Dus we kunnen de computer upgraden. Wow. Oké. Dit begint er meer op te lijken. Dit lijkt oprecht al op mijn computer van nu, zeg maar. Dit lijkt een beetje op de setup die ik nu heb. Laten we gelijk video's gaan opnemen. Ik krijg nu namelijk 1500 abonnees per seconde. Wow, yo. Ik denk dat we vandaag nog 1 miljoen abonnees gaan aantikken. Die gouden playbutton die komt vandaag daar boven mijn kastje terecht. Mijn doel is namelijk om de grootste Roblox YouTuber te worden. En als ik een beetje in het normale YouTube kijk, moet ik dus meer dan 100 miljoen abonnees krijgen. En dan ben ik denk ik wel de grootste Roblox YouTuber ter wereld. Nou, met 5000 abonnees per seconde gaat het ongelooflijk snel. Ik heb nu 455.000 abonnees. Ik koop er even een mooie bank bij. Kijk eens aan, want dat heeft elke grote YouTuber. Ik heb geen bankje achter me. In ieder geval, ik heb nu al mijn YouTube kanalen ingehaald. Ik ben nu een grotere Roblox YouTuber dan een echte YouTuber. Ondertussen kan ik hier 240.000 euro ophalen. Oké, laten we een tweede verdieping erbij kopen. En laten we ook een trap erbij kopen. Dat is wel zo handig, anders kan ik niet naar de tweede verdieping. Nou, dan kan ik hier een mooi pad kopen. Dan kan ik dit kopen. Buy floor. Ik weet niet, ik koop echt wel alles dat ik zie. Oeh, buy dropper. En boom, nu maken we nog meer doekoe. Oké, laten we hier ook even een mooie muur kopen. Oké, ik ben weer skeer. Ik heb nog maar 1000 euro. Oeh, ik kan hier een editor kopen voor 75.000 euro. Ik wist niet dat je editors kon kopen. Ik dacht dat je ze alleen kon inhuren. Maar in Roblox kan je ze blijkbaar ook kopen, editors. Nou, we hebben hier 220.000 euro. Helemaal top. Laten we een editor kopen. Let's go. Editor, ik wil een editor kopen. Kom maar op. Boom. Editor, kijk eens aan. Ik heb jou gekocht. Edit video's voor mij. Hup, hup. Nou, de volgende editor kost me 2 miljoen euro. Dat is een dure editor. Ik denk dat ik voor 2 miljoen euro ook wel een editor word, hoor. Dat verdient al wel een stuk beter dan YouTube. Hoppakee. Nou ja, trouwens, in Roblox weet je maar nooit. Want ik heb even 8 ton verdiend. En we zijn pas een kwartiertje bezig. We hebben trouwens 1 miljoen abonnees bereikt. Wat? De gouden playbutton. Kijk eens. Kijk. Kijk, die heb ik niet achter mij. Dus abonneer even. Ik kan ook mijn boekenkast upgraden. Hoppakee. Laten we trouwens nog even wat gaan recorden. Even wat video's maken. Ik kan nog meer abonnees per seconde krijgen namelijk. En boom, we krijgen 10.000 abonnees per seconde. We zijn 100% op dit moment het snelst groeiende YouTube kanaal. Ik kan ook bijna mijn tv updaten. Dat kost wel 1,8 miljoen abonnees. Dat wordt een dure televisie. En we hebben hier even 600.000 euro. Wajo. Nou, dan kopen we hier. Ik weet niet wat we hier hebben gekocht. Maar het ziet er wel cool uit. Een speed crystal. Wat? Ik kan nu nog sneller rennen. Ik koop even wat mooie planten erbij. Kijk, dat ziet er een stuk beter uit. We hebben daar nu een mooie plant in de hoek. Koop dozen. Nou, oké dan. Ja, we hebben hier dozen. Elke YouTuber heeft natuurlijk dozen in zijn huis. Koop lampen. Dat is wel handig. Kijk eens. Dat ziet er beter uit. Meer planten kopen. Hoppakee. Koop vraagteken voor 1,5 miljoen. Helemaal prima. Oké, dit zwaard ziet er wel heel cool uit. Maar de speed crystal is even wat handiger. Oh, ik kan mijn tv updaten. Kijk eens. Die is ook top.
op. En dan hebben we eigenlijk de onderverdieping zowat wel helemaal gehad. Ik koop even een drop erbij. Dan maken we nu nog meer money. Even een muur erbij kopen, dat gaat niet. Ik ben weer skeer, jongens. 2 tonnen. Ik kan er gewoon niks meer mee kopen. Laten we hier even weer wat geld ophalen. Bam, hebben we nu 6 ton. Laten we even een muur boven kopen. Dat is wel wat mooier. Hoppakee, buy wall. Let's go. Nu hebben we een mooie muur. En de volgende muur kost 1 miljoen euro. Dat is een dure muur. Ja, zoals ik zie is nu alles eigenlijk bijna 1 miljoen euro. Dus geld moet even nog sneller gaan. OIB. Hoppakee, we hebben 2,8 miljoen subs. Dan kunnen we dus dit kopen. Oh, kijk, we hebben een studiofoon. Net zoals ik in het echt heb. Let's go. En bij 4 miljoen abonnees kan ik weer de computer upgraden. Nou, laat ik gewoon maar weer wat video's gaan recorden en zo. Want ik heb nu gewoon miljoenen euro's nodig om weer upgrades te maken. Oké, we krijgen nu 20.000 abonnees per seconde. Of zelfs eigenlijk 22.000. En de abonnees die gaan aardig hard. Zo hard dat ik dus 4,5 miljoen abonnees heb nu. En dat we dus de computer mogen updaten. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de computer er nu uit gaat zien. Let's go! What? Wajo! Hey, ik ben nu zo populair dat ik zelfs fans voor mijn raam heb. In ieder geval, deze computer ziet er echt nice uit. Wajo, 3 schermen. Kijk maar dan lekker werken dan, gozer. Video's maken voor het leven. We zitten gewoon al op 27.000 abonnees per seconde, gek. Wat? Oké, nou ja, we moeten even snel die 6 miljoen abonnees scoren. Want dan kunnen we eindelijk onze lelijke bank upgraden. Zo van, yo, ik heb 6 miljoen abonnees. Laat ik een nieuwe bank kopen. Kijk eens aan, we hebben 6 miljoen abonnees. Boom! Wat? Oké, deze kamer ziet er op zich echt wel heel clean uit. En we kunnen hier 2,2 miljoen op 4,8 miljoen heb ik al. Oké, nu kunnen we wel even zieke upgrades doen. Jazeker. Oké, wat gaan we doen? Gaan we een editor kopen? Gaan we een muur kopen? Of gaan we ervoor zorgen dat we juist meer geld krijgen? Ik denk dat we gewoon een dropper gaan kopen. En dan gaan we hier nog een upgrader kopen, zodat ik nog meer money verdien. En als ik dan nu naar beneden ga, dan is hier vast wel 200.000 euro op te halen. Jazeker. En dan gaan we van dat geld nog een editor kopen. Kijk eens, nu hebben we 2 editors. Ik weet niet wat die editors doen. Ik denk dat ze ervoor zorgen dat ik meer abonnees krijg. Ik heb geen idee. In ieder geval, het geld gaat nu zo snel dat we heel veel kunnen kopen. Laten we dit ook kopen. Dat ziet er gewoon wat mooier uit. Laten we hier een muur kopen. Kijk eens aan. En dan laten we hier nog een muur kopen voor de editors. Oké, nu moeten we nog 4 miljoen. En dan kunnen we ook een dak. En 2 miljoen, dan kunnen we wat ramen. Ik wil het hier even gewoon mooi eruit laten zien. Ik wil namelijk ook vloggen in dit huis. Dus het moet er wel gewoon goed uitzien voor de YouTube video's. Kijk eens aan. We hebben 3,6 miljoen alweer. Dan kunnen we hier nu wat ramen kopen. Dat ziet er nice uit. Oké, dan hebben we nu snel 4 miljoen euro nodig. Oh, wat? Ik kan voor 25 miljoen een YouTuber kopen. Voor 25 miljoen kan ik een YouTuber kopen. Ben ik 25 miljoen waard? Wat? Oké, let's go. Hier weer een milli erbij. Hoppakee. 4 miljoen. Hop. Alsof het niks is. Kijk eens aan. Dan gaan we hier even een dak kopen. Oh ja, een dak. Nice. En voor 2,5 miljoen kunnen we ook lampen erbij kopen. Ondertussen hebben we trouwens 10 miljoen abonnees bereikt. Wat? De 10 miljoen subs. De diamond button. De diamond play button. Let's go. Wow. Oké. Kijk eens aan. Daar staat hij dan. De diamond play button. Dit ziet er toch wel echt sick uit hoor. Mijn kamertje. Ik ben er trots op. Oké. Hier hebben we weer 1,7 miljoen. Come up. Nou, we gaan hier even ook even de... What? Wow. We hebben hier nu ook een grote silver play button en een gouden play button. Wat? Ik wil dit in het echt hebben. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Ik wil die oprecht in het echt hebben. Laten we even wat lampen kopen. Dan kan ik wat beter kijken. Maar ik wil dit. Ik wil deze heel graag hebben. Oké. Ik denk dat ik nu even nog wat meer ga sparen. Ik wil namelijk even 6 miljoen dat ik nog een dropper kan kopen. Want ik denk als ik wat meer geld per seconde verdien, dat ik dit allemaal wat je hier ziet, heel snel kan kopen. We krijgen nu trouwens 57.000 abonnees per seconde erbij. Dat zijn echt heel veel abonnees. Oké, we hebben weer heel veel YouTube video's opgenomen en geëdit. En we krijgen nu gewoon 78.000 abonnees per seconde erbij. En we hebben ook weer heel veel geld verdiend. We hebben deze keer voor het eerst meer dan 10 miljoen euro. We hebben namelijk 14 miljoen euro. Dus we kunnen hier wel even een dropper van kopen. Als we nu nog meer sparen, kunnen we zelfs weer een upgrader kopen. En dan kunnen we dit allemaal heel snel straks achter elkaar kopen. Omdat we gewoon zoveel centen dan verdienen. Kijk eens aan, dan kopen we nu een upgrader. En dan vind ik het nu wel even goed. En dan gaan we nu voor dit hier allemaal. Namelijk een diamond button. Ik wil wel zo'n ding erbij, maar dan nog van diamond. Dat wil ik heel graag. En hier kunnen we nog voor 20 miljoen euro YouTube decoratie. Maar deze vind ik eigenlijk het interessantste. Een YouTuber voor 25 miljoen euro. Laten we die eens gaan kopen. Want die kan ons ook misschien ervoor zorgen dat we meer geld verdienen. Ondertussen hebben we trouwens ook 24 miljoen abonnees gehaald. Dus we kunnen de kast upgraden. Kijk eens aan. Het ziet er al wat beter uit. En voor 35 miljoen abonnees kunnen we deze boekenkast straks ook upgraden. Ik krijg trouwens ook bijna 100.000 abonnees per seconde erbij. En er is hier trouwens ook iets nieuws bijgekomen. Ik kan ook een bord kopen voor 25 miljoen euro. Oké. Ik weet niet wat voor bord dat is, maar ik ben wel heel benieuwd. Oké, we hebben weer 18 miljoen euro. We moeten nog even sparen. 25 miljoen en dan kunnen we de YouTuber kopen. Dat is nog even sparen. Dus ondertussen gaan we weer even
lekker je YouTube-video's opnemen en editen. Oké, okay, we krijgen nu 117.000 abonnees erbij. En volgens mij heb ik wel meer dan genoeg geld om een YouTuber te kopen. Let's go! Wat? Dit ziet er gewoon... Het lijkt wel alsof deze YouTuber in een of andere simulatie zit. Wat is dit? Wow, ik heb zijn kleren aangedaan trouwens. Oké. Nice, denk ik. Ik dacht dat ik iets heel anders kreeg als ik een YouTuber kocht. Nou ja, in ieder geval, we verdienen wel heel veel geld nu. Laten we even een Diamond Playmat decoratie kopen. Oeh, die ziet er goed uit. Laten we ook even wat muren kopen hier. Hoppakee, we hebben hier nu een mooie muur erbij. En dan kunnen we hier nog... Oh, we kunnen nog een editor kopen voor 10 miljoen. Laten we dat ook gaan doen. Die decoratie, ja, die vind ik nog niet zo belangrijk. Hoppakee, we hebben weer 15 miljoen euro. Waar is die editor? Ik wil er nog één hebben voor 10 miljoen euro. Bang, bang. En dan kunnen we er straks nog één kopen voor 30 miljoen euro. We hebben trouwens ondertussen ook al 45 miljoen abonnees bijna. Dus we kunnen onze boekenkast upgraden. Yay! En we kunnen ook bijna onze bed upgraden bij 50 miljoen abonnees. We groeien nu namelijk 136.000 abonnees per seconde. Oké, we hebben alweer 17 miljoen euro. Ik moet even snel 20 miljoen euro hebben. Dan ga ik gewoon wat decoratie kopen. Het moet er boven ook wat leuker uitzien. Kijk eens aan. 20 miljoen euro. Wat zullen we kopen? Buy YouTube decoration of planten? YouTube decoration natuurlijk. Bang! Wow! Oké, even serieus. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Dit ziet er echt sick uit. Dit is veel mooier dan mijn huis. Misschien moet ik ook heel snel 50 miljoen abonnees halen. Hoppakee. Trouwens, we hebben 50 miljoen abonnees. We kunnen ons bed upgraden. Wajo! Oké, dat ziet er een stuk beter uit. Als we daar even 20 miljoen euro hebben, dan kunnen we even weer wat planten kopen. Maar dan boven. En dan is het qua decoratie wel een beetje af voor de vlogs, zeg maar. Kijk eens aan. Hier even een paar plantjes erbij. Hoppakee. Dit ziet er echt wel heel nice uit. Oké, nu even 30 miljoen sparen. Dan kunnen we nog een editor erbij. En dan kunnen we denk ik gewoon 20 vlogs per dag online gooien. Weet je, we moeten wel de grootste YouTuber ter wereld worden. Dus we zijn wel goed op weg zo hoor. Met 3 editors en zo'n mooi huis. We hebben al gewoon 63 miljoen abonnees. Ik ben ook nog heel benieuwd wat dat bord eigenlijk inhoudt. Zullen we dat gewoon eerst kopen? Waarom ook niet? Hoppakee, we hebben 28 miljoen bijbord. Moet ik nu naar buiten? Wat? Oké, kijk eens aan. Kijk, daar ben ik. Hallo. Ja, Mick is er. Kijk op mijn fans. Hallo fans. Mijn fans herkennen me niet meer omdat ik deze outfit aan heb gedaan. Oké, laten we snel sparen voor 30 miljoen zodat ik ook een editor kan kopen. En ik weet niet of ik dan nog dingen kan kopen, want ik heb bijna alles al. Ik kan even mijn tv updaten. Hoppakee. Wat ziet er een stuk beter uit. En bij 100 miljoen subs krijg ik de Red Diamond Playbook. Bijna de 100 miljoen abonnees. Ondertussen kijk ik even op de foto met de fans. Hallo fans. Hallo fans. Ja, alle fans voor de deur. Hoi. Ja. Ik heb allemaal fans hier. Hoi, hoi. Oké, nou, ik ga weer door met YouTube video's maken. Ik laat de fans wel binnen als we de 100 miljoen abonnees hebben. Oké, we hebben 30 miljoen euro. Dat betekent dat we een editor erbij kunnen kopen. Let's go. Bang, bang. Hoppakee. Wat? Deze editor is wel even next level, hoor. Hij heeft zelfs een grafiekje erbij. Wat dan? Oké, volgens mij hebben we gewoon letterlijk alles gekocht. Het enige wat we nu nog moeten doen is wachten op die 100 miljoen abonnees. Dus laten we snel achter de computer springen, zodat we nog meer abonnees kunnen verzamelen. Zo snel mogelijk. We hebben namelijk al 99 miljoen. Oh, we hebben bijna 100.000. Oh, 100 miljoen bedoel ik. Let's go. Red play button. Kijk eens aan. Jongens, het is gelukt. Laten we de fans ook binnen laten. Kom binnen, fans. Waar wilt de deur niet open? Ik klik op de deur. Sorry, fans. Ik kan de deur niet open doen. Kan ik nog wat iets kopen of zo? Oh, ik kan hier nog voor 100 miljoen een red diamond button kopen. Nou, dan moeten we dat ook nog even doen om het af te maken natuurlijk. Oké, we hebben naar best wel een tijdje 100 miljoen euro verzameld. 100 miljoen is meer dan je denkt. En dan kunnen we dus nu de red play button kopen. Dames en heren, we hebben volgens mij YouTube Tycoon helemaal uitgespeeld. We hebben de meeste abonnees van de hele wereld. 240 miljoen. Ik ken geen enkel YouTube kanaal meer. Abonneer ook even op mijn kanaal. Dan kunnen we misschien ook ooit zoveel abonnees bereiken. Mijn naam is Mick en ik zeg Mick out.